Berna, Dino, Kirsten en Patricia. Ik geef ze een heel groot applaus en ik wil ze vragen of ze allemaal even komen zitten hier. Ja, dank jullie wel voor vier hele mooie en ook vier hele verschillende verhalen. Misschien moet je het allemaal nog een beetje op je in laten werken. Eigenlijk als eerste vraag hadden wij toch van, wat is nou voor jullie eigenlijk, is er sinds de verkiezing van Trump, leven jullie met een concrete angst? Een angst die je eerst nog niet had. Misschien Dino, om bij jou te beginnen. Concrete angst? Nou, had je angst of is er angst in Trump? Dus je zei er net wel eigenlijk van, ik ben bang. Nou, ik ben bang wat ik zeg maar om me heen zie. Of het nou in Amerika gebeurt of hier in West-Europa. Ik denk dat, dat er een soort trend gaande is waarin queer people of color, queer people of faith toch wel steeds meer voelen dat ze inderdaad eenzaam zijn. En dat is best wel een beangstigende situatie, want je zou zeggen van, waar horen we wel bij? En dat is dus het moeilijkste aan onze strijd. En ik heb het privilege om die strijd wel te kunnen voeren, om die strijd vorm te geven, om hier vanavond te spreken, uitgenodigd te zijn enzovoort enzovoort. Maar ik maak me ongelooflijk veel zorgen voor mensen die geen kopingsmechanismes hebben om daarmee om te gaan, geen strategieën kunnen bedenken en die privileges niet hebben om die strijd te voeren. Strijd die die je vaak alleen voert, want wat ben je eigenlijk? Hè? Die vraag hoor ik het vaakst. Wat ben je eigenlijk? Ben je nou homo of ben je moslim? Kies maar uit. Of, van alle kanten. En die allianties die je dan hebt, die maken vaak... Ik ga niet discussiëren of het goed bedoeld of niet goed bedoeld fouten zijn, maar ik denk dat onze allianties echt wel verscherpt moeten worden. Dat bijvoorbeeld, wat ik vaak zelfs bij in de feministische kringen hoor van mannen en vrouwen, hè, die binaire verdeling van mensen in twee categorieën, terwijl er ongelooflijk groot spectrum is, bijvoorbeeld aan gender non-conforming people. En van die kleine details waarvan ik denk van, hey, voordat wij gezamenlijk die radicale solidariteit aangaan, moeten we elkaar even goed scherp houden, zeg maar. Patricia, is er voor jou iets veranderd op het moment dat Trump gewonnen had, persoonlijk? Ik maak me voor het eerst van mijn leven, voel ik wel een angst en maak ik me ook serieus zorgen. Ik was bij vrienden in Friesland, twee kunstenaars, die hebben daar een schoolgebouwtje gekocht. En toen zei ik tegen hun, soort van een semi-grap, when the shit hits the fan, kan ik bij jullie onderduiken? En het was een beetje grappig, maar eigenlijk ook niet. En ik ben dat ook aan het doen. Ik ben bij mijn witte vrienden aan het afchecken van, wat ga jij doen? When the shit hits the fan. Wat ga je doen voor mij? Weet je wel? En voor mijn andere. Dus ja, en dat heb ik eigenlijk nog nooit gedaan. Ik heb ook nog nooit in mijn hele leven, ik ben in Nederland geboren en ik heb dit nog nooit gehad, dit gevoel. En wat is dan, dat is heel serieus natuurlijk. Ja. Is dat shit hits the fan? Is dat vooral het gevoel? Of heb je echt al een concreet idee van wat er dan zou gebeuren dat je in Friesland zou moeten aankloppen? Nou, wat ik gewoon zie, en ik zie het ook in de media gebeuren, ook in het taalgebruik, dingen worden genormaliseerd. Ik hoor mensen, politici, journalisten, ik hoor hun dingen zeggen die in mijn jeugd ondenkbaar waren. Dat deed je gewoon niet, weet je wel. En dat normaliseren, dat is een heel slinks geleidelijk iets. Wat als een soort gif zich implementeert in het bewustzijn van mensen. En dat vind ik het allergrootste gevaar. En daar maak ik me ernstig zorgen over. Ja. En ik denk, ja, jij zit ja te knikken. Ik denk dat veel mensen dit ook herkennen. Maar ja. Hebben jullie, on a positive note, het gevoel, Berna, dat mensen wel echt wakker zijn geschud door de verkiezing van Trump? Ja, aan de ene kant wel. En ik denk wakker geschud misschien in de zin dat we inderdaad solidair moeten zijn met elkaar over de verschillende hokjes heen, als het ware. Dat niet alleen één soort strijd is, maar dat alle strijden met elkaar samenhangen.
Maar aan de andere kant, direct daarna, bekend was dat Trump gewonnen had. Ja, wie is die gewone man? Die moeten we opzoeken, daar moeten we meer naar gaan luisteren. Nou, als die gewone man kiest voor racisme en seksisme, dan maak ik mij wel zorgen als we daar meer naar moeten gaan luisteren. Dus ja, ik weet niet hoe optimistisch dat dan weer is. En jij was vandaag bij de march in Amsterdam. Ja. Hoe ervaarde je dat vandaag? Nou, dat was echt super empowering. Ik stond daar en er waren zoveel mensen. Ik stond op een gegeven moment op de heel van het Museumplein. En er kwamen maar mensen om de hoek, massaal, met allemaal verschillende slogans, billboards en noem het maar op. En ja, iedereen was enorm enthousiast. En ook heel duidelijk van, jongens, dit kan gewoon niet. En ook daar werd weer, voor refugees werd er geshamed, voor Black Lives Matter werd genoemd, islamofobia niet oké, dat werd genoemd. Dus het was echt ook daar weer veel breder dan alleen de vrouwenissue. Kirsten, jij maakte je ook voordat je de politiek in ging al druk om van alles en vooral geëngageerd leven. Maar merkte jij ook na de verkiezingen van Trump dat er opeens mensen in je familie of je vriendenkring die je echt nog nooit een politiek woord had horen uitspreken, opeens waren gealarmeerd en ook en wakker zijn geworden? Of heb je opeens andere gesprekken? Ja, ik merk wel dat voor veel mensen, zeker omdat een boel mensen het dus niet hadden zien aankomen, wat hier ook al een paar keer is genoemd, die mensen die zijn heel erg geschrokken. Maar ik merk tegelijkertijd ook wel heel erg wat jij zegt, dat het voor veel mensen toch ook nog een soort ver van mijn bed show is. En alsof dat iets is wat toch alleen maar in Amerika kan gebeuren. En dat is hetzelfde soort gesprek wat we natuurlijk vaak horen als het ook gaat over politiegeweld of over racisme of zo. Heel veel mensen in Nederland die ik spreek hebben toch ook nog steeds het idee dat dat iets is van Amerika, wat hier niet zou kunnen. En ik maak me wel echt zorgen over bijvoorbeeld de opkomst. Hè. Het gaat heel erg over opkomst, dat hoorden we net ook in Amerika. Er zijn gewoon heel veel progressieve mensen niet gaan stemmen. Nou, dan maak ik me voor de verkiezingen in maart ook wel zorgen over. Of iedereen zich wel voldoende realiseert hoeveel macht hij heeft om ook hier te voorkomen dat het dus zo ver komt als in Amerika. Ja. Kun je de situatie voor jou ook echt van Trump heel makkelijk vergelijken met Wilders? Nou, Trump is geen Wilders. Wilders is geen Trump. Behalve slecht haar. Ja. maar ik maak me wel heel erg zorgen over hoe zij er beide in slagen om blijkbaar in te spelen op sentimenten die sluimeren. Die denk ik in elke samenleving sluimeren. En om die zo te framen en te verpakken en te verkopen met hele slimme marketing. Om te doen alsof ze eigenlijk een soort redder zijn. Daar zie ik een parallel. Doen alsof ze oplossingen aandragen voor problemen, terwijl ze dat eigenlijk geen van beide doen. Dat vind ik heel griezelig daaraan. Ja, want laten we straks, wil ik het hebben over wat we hier kunnen doen. En dat zal ook heel erg samengaan met hoe je nou de lijnen uitzet naar die mensen die hun redder zien in bijvoorbeeld Wilders. Maar ik vond het wel interessant dat Emily zei van, ik begrijp niet dat ze dit nou de Women's March hebben geframed. Want nou, women zijn nou niet de grootste groep die iets te vrezen hebben van Trump. Ik was heel benieuwd hoe jullie daarnaar tegenaan kijken. Ik snap het wel. Ja, ik ook. Ja. Dat het een Women's March heeft. Ja, want kijk, als je kijkt naar waar het feminisme en ook het womanisme voor staat. Dat staat voor de heelheid van de gehele mensheid. Dus in vrouwen, de hele geschiedenis van vrouwen bestaat uit het opkomen niet alleen voor je eigen rechten, maar solidair zijn met anderen. Dus het is de Women's March en het gaat over de rechten van vrouwen. Maar tegelijkertijd gaat het ook altijd, als vrouwen vechten, ook om de rechten van anderen. Dus ik snap het wel. Nou ja, en bovendien gaat het hier ook om de agency van de vier vrouwen die dit initiatief hebben genomen. Dat ook natuurlijk. Ik vond het ook wel mooi om te zien dat in Amsterdam ook echt veel mannen meeliepen. Er is hier ook een man die heel graag even hier voor nee. Sorry, ik zit echt op brandende kolen. Ik zal me even voorstellen, ik ben Pieter Paul. Ik ben een kunstenaar, ik heb 3 jaar in Amerika gewoond. Nu komt de vraag. Ik vond het heel erg typisch dat je zei, 53% van de blanke vrouwen heeft op Trump gestemd. Dus waarom is het een vrouwenmarch? Maar ik ben wel heel erg benieuwd van, kan je ook iets zeggen over de statistieken, hoeveel people of color, hoeveel vrouwen daarvan op Trump hebben gestemd? Hoeveel transgender vrouwen hebben op Trump gestemd? Hoeveel Latino vrouwen hebben op Trump gestemd? Hoeveel
moslimvrouwen hebben op Trump gestemd. Ik vond het heel typisch eigenlijk. Ik zit niet in het panel. Uit mijn hoofd, maar ik weet het niet zeker, ik heb het zelf vandaag nog gelezen, was het 94% van de Afro-Amerikaanse vrouwen en ongeveer 75% van de Latino vrouwen. Maar dan gaat... Hebben op Clinton gestemd, sorry. Maar dan gaat het om mensen die zijn opgekomen. Daar zitten geen cijfers bij van mensen die zijn thuisgebleven. Maar dan moet je er wel bij zitten dat er heel veel African Americans door het Amerikaanse systeem ook tegengewerkt worden. En niet kunnen stemmen, ook al zouden ze willen. Maar eigenlijk dus is wat ik hier een beetje hoor is van nou, het is misschien gek dat het een niet de white women's march heeft, maar het is logisch misschien dat het dat women of color zich wel hebben verenigd. Volgens mij is dat een beetje het punt dat daar werd gemaakt. Ik dacht helemaal, omdat dus 53% van de blanke vrouwen op Trump heeft gestemd, is het dan een soort van niet legitiem. Oké, duidelijk. Jij legde goed uit waarom jij wel vond dat dit een women's march is. Zijn er nog toevoegingen op? Nee, ik denk dat dit soort discussies, als je kijkt naar de doelen, en dan maakt het niet uit welke methode we gebruiken. Initiatief was vanuit verschillende vrouwen gekomen. Dus ik denk dat het juist mooi is dat er heel wat mensen toch al meegenomen zijn. En de kracht van vrouwen is juist om zoveel verschillende groepen bij elkaar te brengen. Dus dat vind ik alleen maar goed. Mij maakt niet zoveel uit. Ja, daar wilde ik even op ingaan, want ik... was vandaag bij die march en ik zag echt ontzettend veel slogans voor allerlei verschillende issues. Wat ik aan de ene kant heel sterk vond en heel mooi dat er zoveel mensen met hun reden en met hun boodschappen daar naartoe waren gekomen. Aan de andere kant dacht ik dan ook wel een beetje van de boodschap van een Trump-stemmer en Wilders-stemmer is heel simpel en heel makkelijk. En dan is dit met al die verschillende stemmen het tegengeluid. Denken jullie dat sterk genoeg is om dat tegen te gaan op deze manier? Ik denk dat juist de kracht in die pluriformiteit zit. In die complexiteit, want het is niet zo simpel allemaal. En dan staat er één groep die alles plat drukt, als het ware. En ik denk dat daar juist het gevaar zit in dat we steeds simpeler gaan denken en daardoor meer gaan polariseren. Maar als we eenmaal gaan realiseren, ja, iedereen heeft met verschillende dingen te maken en met tegenstrijdigheden in zichzelf... dan wordt het ook veel makkelijker om daarmee om te gaan. In plaats van dat we continu onszelf forceren om heel simpel alles plat te drukken. Jullie hebben allemaal vanuit je werk denk ik wel te maken gehad met dat je verschillende groepen behartigt, verschillende belangen behartigt. En dat er ook vaak veel strijd tussen was. Hè? Van wie heeft het zwaarder, wie heeft het erger, wie mag ik wel vertegenwoordigen, wie niet. Hebben jullie het gevoel dat daar niets is veranderd? Dat er nu een meer soort van... bewustwording is van we moeten nu gewoon iets doen, dus we moeten ons daaroverheen zetten. Zou je misschien kunnen schetsen wat voor spanningen daar zitten en hoe die misschien nu anders, hoe je die overkomt, zeg maar? Nou, ik werk bij Women Inc. Ja. Als redacteur en één thema wat wij nu heel erg oppakken is beeldvorming in de media. En onze directeur Janet Vaas heeft onlangs een boek uitgebracht wat Iedereen Inc. heet, waarin ze eigenlijk dus reflecteert dat... Ja, iedereen heeft op een of andere manier wel met ongelijkheid te maken. Of het nou door je leeftijd is, door je opleidingsniveau, door je geslacht, seksuele oriëntatie, noem het maar op. En juist dat verenigt ons allemaal. En daarmee zijn we, dat zei ik dus ook, we zijn eigenlijk een loud minority. Maar samen vormen wij de majority. En ik denk dat daar zeg maar een hele sterke boodschap in zit. En binnen mijn organisatie zie ik die shift wel steeds weer gebeuren. Dat er rekening wordt gehouden met meerdere... lagen van ervaringen. Ja, misschien is het te weinig tijd om even daarin bepaalde tendenties in te zien. Maar wat me wel opvalt, juist binnen de onderdrukte groepen, en dat is zo typisch voor mensen zonder macht, is dat ze elkaar af en toe wel bevechten. En ik ga vaak naar de internationale conferenties waar verschillende groepen bij elkaar komen. Wat ik de laatste tijd wel merk, en dat is een begrip dat mij echt ongelooflijk
is blijven hangen, is Oppression Olympics. Waarbij dus verschillende Oppression Olympics. Ja, dus waarbij verschillende onderdrukte groepen met elkaar gesprekken aangaan wie is meer onderdrukt. En een van de, om het nog simpeler te maken, maar dat is zo typisch, dit is gewoon aan de ene kant lachwekkend, maar aan de andere kant zo typisch voor onderdrukte groepen, dat ze elkaar op een gegeven moment gaan bevechten. Dan zie je bijvoorbeeld de battlefield tussen moslim en LHBT's in Nederland, is ongelooflijk sterk, want we geloven allemaal, moslims zijn a priori homofoob en homoseksuelen zijn a priori anti-islam. Laatst heb ik een opmerking meegekregen van iemand, ik ga niet zeggen wie het was, maar toen zei die, ja, maar jij als witte hetero man. En toen zei ik, girl, you just misgendered me en whatever. Maar inderdaad, Oppression Olympics is ongezond als we het gezamenlijke vijand hebben, als we front moeten vormen. Maar aan de andere kant is het ook best wel handig inderdaad, want als iemand, als een net zo grote zwarte jongen naast me staat, die wordt vaker opgepikt, die wordt vaker, die heeft meer kans om met etnisch profilering te maken te krijgen enzovoort. Als ik begin bijvoorbeeld met praten aan de andere kant, dan horen mensen, oh je bent niet helemaal van ons. En die vraag van, hey, waar kom je vandaan en wat spreek je goed Nederlands, dat is wel soms wel goed bedoeld, maar dan denk ik, ach, waar komen die vragen vandaan? En ik denk dat belangrijk is om die discussies te voeren, niet van, hey, ik ben meer onderdrukt, van, ik kijk automatisch naar de panel van, hoe moet ik wel spreken? Want het gaat om vrouwen en dan ik als, whatever, gender non-confirming person, moet ik dan wel spreken? Maar het is wel soms gezond om te denken van, hey, wat is mijn positie in deze context? En hoeveel plek moet ik innemen? Ja. Herkennen jullie dat? Dus ik vind het wel interessant dat je zegt, zodra er geen macht is, hebben groepen elkaar, waarin je dus eigenlijk zegt van groepen die veel macht hebben, die hebben dus ook veel minder de neiging om met elkaar. Want ik neem aan dat onder Trump of Wilderstemmers zijn ook nog wel tegenstellingen. Nou, ik herken wel heel erg inderdaad dat fenomeen. Ik ben een tijd vrouwenvertegenwoordiger geweest bij de VN. En misschien weten sommigen van jullie dat, maar je hebt daar jaarlijks een Commission on the Status of Women. En daar wordt niet alleen over vrouwenrechten vergaderd, maar ook vaak over LHBTI. Wereldwijd komen allemaal regeringsdelegaties. En vroeger, niet zo heel lang geleden, was daar eigenlijk elk jaar werd daar vooruitgang geboekt. Werd daar gelobbyd en dan had je dus uiteindelijk conclusions. En dan werd dat getekend en dan had je weer een stapje verder. Dan kwam er iets over seksualiteit in het curriculum of zo. Of dan kwam er, dat waren allemaal statements. De laatste jaren, en dat is eigenlijk nu de laatste 5 jaar, zie je dus dat daar elke keer stappen terug worden gezet. Dus dat er nieuwe coalities zijn van conservatieve landen, die dus een enorm machtsblok vormen. En dat machtsblok lijkt wel veel makkelijker tot stand te komen dan de tegenlobby om die vooruitgang te bewaken. Dus de laatste paar commissions on the status of women ging het helemaal niet om vooruit, maar ging het om heel hard met elkaar lobbyen om te behouden wat er stond. Bijvoorbeeld gender als woord, hè, wordt dus heel erg nu bestreden daar. Dat moet weer terug naar seksen. Dat wordt heel erg onder druk van het Vaticaan en dan gesteund door gelegenheidscoalities als Saudi-Arabië, Rusland, Iran, noem het allemaal maar. En dat vond ik, toen ik bij de VN rondliep, heel duidelijk. Dat dus dat machtsblok heel makkelijk snel georganiseerd wordt. Terwijl het tegengeluid vaak heel versnipperd en lastiger te mobiliseren is. Maar dat is misschien ook wel logisch. Omdat dat tegengeluid zoekt ook die complexiteit uit. Ja. En binnen die complexiteit, zoals de zwarte feministen in de jaren 80 ook zeiden, zonder wrijving geen glans. Je hebt dat gewoon nodig. En het is ook helemaal niet erg. En wat ik meer zou verlangen is dat je op een gegeven moment beseft wanneer je in een state of emergency bent. Mm. En dat je even jezelf en je eigen belangen opzij zet. En kijkt met elkaar naar het grotere doel. En dan moet je solidair zijn. En dan moet je eventjes gewoon denken van nu gaat het over iets heel anders. En ik hoop van harte dat dat nu gaat gebeuren. Mm. Maar die strijd en die onderlinge strijd is prima, is gezond, mag. Het is alleen maar goed. Houd je lekker kritisch. Waarom doen die conservatieven zo? Omdat ze simpel zijn en eendimensionaal denken. Dus ja, en dan kun je heel makkelijk bij elkaar komen en je machtsvertoon gaan profileren. Dus. Hier komen de verkiezingen eraan. En zou je een soort van state of emergency kunnen noemen. Wat gaan jullie doen in de maanden daarnaartoe? Hebben jullie een bepaald doel van, oké, we gaan met deze boodschap die vandaag is
uitgedragen over de hele wereld. Hoe gaan we daarmee verder? Hebben jullie daar ideeën over of is dat nog te vroeg? Ik denk dat het heel belangrijk is dat je, wat je ook doet. Er is een kunstwerk bij de Wieboudstraat en het staat daarboven en er staat doe iets. En ik zou altijd nog eens als daad van activisme erachter willen zetten voor een ander. Het maakt eigenlijk niet uit wat je doet als je maar iets doet. Doe iets. Ik heb niet meegelopen in de Women's March vandaag omdat ik in Rotterdam was. Bij een symposium georganiseerd door studenten van Critical Studies. Waar we onder andere over problematiek als race, gender, black feminism hebben gesproken. Dat is ook een daad van activisme. Er zijn heel veel vormen. Je kunt je lichaam penetreren in een witte ruimte als zwarte vrouw. Ook een daad van activisme. Je kunt inderdaad de straat op gaan. Er zijn heel veel vormen mogelijk. Maar heb respect voor elkaars manier en elkaars vorm. En ga de ander niet bekritiseren als hij bijvoorbeeld ervoor kiest om niet de straat op te gaan. Weet je, er zijn heel veel mogelijkheden om, om te demonstreren en iets te doen. Maar doe iets. Kirsten, je hebt juist nogal duidelijk wat je gaat duidelijk doen. Heel duidelijk wat ik ga doen, ja. En wat velen gelukkig ook met mij gaan doen, campagne voeren. Ja, en vooral ook met heel veel mensen praten om ze stap 1 op te roepen om te gaan stemmen. En nee, we zijn, Pauline is hier ook voorzitter van afdeling Den Haag van de PvdA. We waren vorige week in de stationsbuurt aan het canvassen, zoals dat heet in politiek jargon. Dan ga je langs de deuren. Ja, en dan schrik ik toch ook wel van bij sommige mensen echt het totale gebrek aan vertrouwen. En tegelijkertijd is het ook, merk je ook dat mensen heel blij zijn dat je er bent. En dat mensen ook heel graag wel hun verhaal willen vertellen en gehoord willen worden. Maar wat ik toch nog even, wat je ziet is aan de ene kant een emancipatie van heel veel groepen, minderheidsgroepen die elkaar ook op weten te zoeken. Aan de andere kant zie je de silent majority, ja, die zich bedreigd voelt, zegt te voelen door deze groepen. Ja. Er wordt ook vaak de politiek verweten, ook de Partij van de Arbeid, dat zij eigenlijk zowel die silent minority in de steek hebben gelaten, maar ook ze accommoderen en daardoor, de loud majority, zeg maar. Hoe ga je je positioneren tussen eigenlijk deze twee velden? Nou, door vooral heel erg trouw te blijven aan je idealen. En die idealen zijn heel duidelijk. Dat is solidariteit, dat is gelijkwaardigheid, maar dat is ook bestaanszekerheid. En er zijn natuurlijk heel veel mensen enorm de verliezer van de crisis geweest en van een globalisering die verliezers heeft gekend, ook op wereldniveau. En ik denk dat je juist dat moet blijven benoemen. Maar ik vind niet dat je je oor, wat jij net eigenlijk ook zei, dat je maar moet gaan, je oor moet laten hangen naar bepaalde bevolkingsgroepen om hun te pleasen. Ik denk dat je heel erg trouw moet blijven aan je principes, juist nu. Maar denk je niet dat ze voor je gaat op campagne in Zeewolde? Ja. Kan het dan zijn dat ze door je huis van Kirsten, als ze over Zwarte Piet beginnen, moet je niet doen? Hoe sta je daar? Dan moet je niet dat gesprek aangaan, bedoel je? Ja. Ja, ik kan niet veranderen wie ik ben. En ik denk dat soms nog wel. Kijk, ik zei net al, hè, ik ben nieuw als kandidaat. Ik ben nieuw in de politiek. Maar een van de dingen die ik me wel heel erg ten doel heb gesteld is om heel erg trouw te proberen te blijven aan wie ik ben en waar ik voor sta. En die principes die ik net zei, die zijn voor mij wel heel leidend. Ook voor, überhaupt om de stap te hebben gezet om de politiek in te gaan. Dus daar wil ik wel aan vasthouden. Ja, ook al is dat soms een lastig gesprek. Ja. Ja. Maar ik denk dat het heel belangrijk is om vooral te blijven luisteren en niet te gaan schreeuwen. En dat is nu wel natuurlijk, er zijn nu zoveel mensen aan het schreeuwen in Nederland. En daarom was ik ook heel erg geraakt door jouw verhaal. Doordat je opriep tot empathie en proberen vanuit liefde en vanuit positiviteit met elkaar het gesprek aan te gaan. Maar ja, er zijn natuurlijk ook, en dat moeten we ook ons realiseren, er zijn ook mensen die willen niet met mij in gesprek. Dan kan ik wel aankomen, ik wil graag praten. Die zijn er ook. Berna en Dine. Jazeker. Wacht even, want we streamen ook en dat moet versterkt. Misschien is het
misschien te complex om nu antwoord op te geven, maar het ging over campagne voeren. Mm-hmm. En over hoe bepaalde groeperingen die eigenlijk dezelfde belangen hebben, de strijd met elkaar aangaan. En u gaat de Kamer in, dat vind ik heel stoer. Hopen we. Dat hopen we. Nog niet, ja. En als het gaat om het tegengeluid. Vaak wordt er in een campagne bijvoorbeeld een aantal linkse partijen gaan ook de strijd met elkaar aan. Is dit misschien dan ook het moment om met een aantal partijen samen het tegengeluid te laten horen? Ja, goede vraag. Nou, ik heb nu al wel signalen dat we elkaar nu wel erg opzoeken. Ik bedoel, de peilingen staan er voor links nog steeds niet goed genoeg voor. Rechts staat op winst. En ik denk dat we ons dat allemaal moeten aanrekenen. Als ik mensen hoor, bijvoorbeeld als ik met mensen op straat in gesprek ga, die zeggen, nou, ik stem maar niet op jullie, maar wel op GroenLinks of op de SP. Dan zeg ik, nou ja, oké, ik had liever gehad dat je op ons had gestemd, maar ik ben blij dat je gaat stemmen. In elk geval op een progressieve partij. Dus ik heb wel het gevoel dat geluid er al is. En dat we samen in elk geval een links geluid kunnen laten horen, hopelijk in die Kamer. Dus ja. Hier was ook een vraag. Dankjewel. Ik heb een vraag over wat u net zei, over als je bij de mensen langs de deur gaat. Dat je schrok van de verhalen die je hoorde over de onvrede die er is. En ik vraag me altijd af. Nou, ik vraag me eigenlijk altijd af, wat is die onvrede? Dus kun je er iets meer over zeggen? Nou, die is denk ik heel divers. Heel divers. In die paar dagen. Het is vaak heel klein wat ik hoor. En ik weet niet of andere mensen hier ook ervaring hebben met campagne voeren en met mensen in gesprek gaan deur aan deur. Maar vaak zijn het hele kleine dingen. Vorige week een mevrouw die begon heel boos dat ze op de PVV ging stemmen. En toen we doorgingen vragen waar ze dan zo boos over was en waar dat dan om ging. Dat ging eigenlijk om het verkeer in haar straat. Het was sinds kort eenrichtingsverkeer. En er kwamen heel veel auto's door haar straat. En veel van die auto's werden bestuurd door, zoals zij het noemde, niet-westerse mannen. En daar had ze last van, 's avonds laat, want zij sliep aan de voorkant. Nou ja. Ja, ik had het niet van tevoren kunnen bedenken dat zeg maar, verkeersproblematiek in haar straat had geleid tot een overwegen van een stemmen op Wilders. Maar dat was een heel concreet voorbeeld. En Wilders het gaat natuurlijk eigenlijk over iets anders. Ja. En, dat gesprek, dat wordt nog steeds niet gevoerd door de politieke partijen. De SP heeft bewust niet racisme op de agenda gezet. Daar gaan ze hun vingers niet aan branden. Heel veel partijen niet. Terwijl racisme een heel groot probleem is in dit land. Heel groot. Ik heb het vandaag vanmiddag weer gewerkt en gemerkt. Op het moment dat dat we het over race hebben en het ongemak wat dat creëert bij mensen. En met name bij witte mensen. Dan weet men niet meer wat men moet doen. En we moeten dat narratief ontwikkelen. We moeten daar met elkaar over gaan praten. Want het is echt een enorm fundamenteel probleem in dit land. Dat zwijgen over racisme. De politiek die het niet oppikt en er niet iets mee doet. Vind ik echt heel problematisch. En dat geldt voor de PvdA, dat geldt voor de SP, dat geldt ook voor links. Links moet zich wat dat betreft echt opnieuw gaan uitvinden. En een hele grote groep voelt zich daardoor niet vertegenwoordigd door die politieke partijen. Ik ga er niet op stemmen. Ik ga voor het eerst van mijn leven, ben ik lid geworden van een politieke partij. En ga ik sinds een lange tijd weer een geldige stem uitbrengen. Want ik maakte mijn stem altijd bewust ongeldig. Omdat ik vond dat ik de democratische daad moest doen door mijn lichaam naar een stembus te brengen. Ging ik daar naartoe. Maar dan schreef ik een politieke protesttekst op mijn stembrief. Want dat vond ik dan toch een soort van daad. Maar ik ging niet stemmen. Omdat je je niet gerepresenteerd voelde door niemand? Nee, en nu ga ik wel stemmen. Voor het eerst van mijn leven voel ik me gerepresenteerd door artikel 1. Een hele belangrijke partij vind ik, want het gaat over de grondrecht van elk mens die in dit land woont. En die heeft ook het recht om beschermd te worden, ongeacht je afkomst, je kleur, of je nou wel of niet legaal in dit land woont. Je hebt recht op bescherming van de overheid. Dat is wat die grondrecht zegt. En die wordt met voeten getreden door de huidige politiek en de politieke partij. En links heeft het daarin ook af laten weten. Dus dat wou ik toch nog even benoemen. En ik denk dat tegengeluid, dat nieuwe tegengeluid, voor het eerst kunnen niet-witte mensen kiezen tussen twee partijen. Je hoeft het er niet mee eens te zijn, tussen artikel 1 en DENK.
Voor het eerst van mijn leven dat ik in Nederland woon. Wauw, hoe geweldig is dat? En ook al zijn die twee partijen het niet met elkaar eens, dat doet er niet toe. Er is voor het eerst een keus. Dus nee, nog een vraag uit de zaal. Ja, ik zie jou heel erg knikken. Dus ja, ik zei het me daar eigenlijk, ik herken dat zo erg, want hier doe ik dan een hele erge bekenning. Maar ik heb heel lang niet gestemd. Omdat ik niet de noodzaak voelde of zag van, ja, ook al zou ik stemmen, wat gaat mijn stem uiteindelijk teweeg brengen? Want ik word niet gerepresenteerd. En nu inderdaad ook in Sylvana Simon zie ik mijzelf gerepresenteerd in wat zij zegt, waar ze voor staat. En ook de beweging dat DENK uiteindelijk in de zeg maar verkiesbaar is en wellicht in de Tweede Kamer komt. Ja, dat is voor mij een hele mooie ontwikkeling om te zien dat er nu eindelijk ook vanuit niet-witte perspectieven geluiden zijn in die Kamer. Gewoon letterlijk daar voor dat tafel met al die microfoontjes. En dat doet dan toch wel van eindelijk dat daar iets anders, een ander geluid aanwezig is. Dus daar herken ik me heel erg in. En ik hoop op solidariteit van heel veel witte mensen. Want we kunnen het niet doen zonder witte mensen. En ik hoop dat heel veel witte mensen juist op die partijen gaan stemmen. Want het is niet alleen voor zwarte mensen. Het is ook voor witte mensen. Want we moeten het samen doen. Dus ja, weet je, dus het racisme is een probleem waar we allemaal met elkaar mee moeten dealen. En het is zo'n fundamenteel diep geworteld probleem wat je al terugziet in het onderwijs. Het begint al vanaf hier. En het is volledig geïnstitutionaliseerd. En we moeten ophouden met dat te ontkennen met elkaar. En we moeten het gaan tackelen als samenleving. En we moeten het samen gaan doen. Dat ben ik helemaal met je eens. Maar ik denk toch ook dat het heel belangrijk is om dat niet alleen maar te doen in nieuwe partijen zoals DENK en artikel 1. Dat het ook belangrijk is om dat te blijven doen vanuit progressieve, sterke, hopelijk linkse partijen. Waar gelukkig ook heel veel mensen op lijsten staan die deze ambitie heel erg delen. En waar gelukkig ook heel veel punten in verkiezingsprogramma's staan. En dan heb ik het niet alleen over het onze, die dit ook heel erg onderschrijven. Dus ik denk dat het juist heel belangrijk is om dat vanuit heel veel verschillende startpunten te doen. Er zijn drie vragen. Ja, ik had even een vraag voor mevrouw Kersenhout. Ik las in de Volkskrant van 24 december... Ik had ook meteen een printscreen van gemaakt, omdat ik er zo verbaasd over was. Dat de meeste Antilliaanse Nederlanders merendeels PVV gaan kiezen de komende verkiezingen. En dat in de Surinaamse gemeenschap de PVV op 2 staat. Mm-hmm. Ik vroeg me af of u daarvan op de hoogte bent en wat de reden daarvan zou kunnen zijn. Dat vooral onder de Antillianen, dat de meerderheid van plan is PVV te gaan stemmen. Nou, ik weet niet wat de precieze reden daarvan is. Dat zou ik niet durven zeggen. Maar ik denk dat een hele belangrijke reden onwetendheid is. En ignorance. En ignorance heeft geen kleur. Als ik het heb over het koloniale trauma. En het decolonialiseren van je mind. Dat heeft ook geen kleur. Dat geldt voor zowel witte als zwarte mensen. Het is niet alleen maar... witte mensen die moeten decolonialiseren, zwarte mensen moeten dat ook. Dus het werkt twee kanten op. En dat is het enige wat ik erop zou kunnen zeggen. Ja, en het is ook een moeilijk gesprek voeren over bijvoorbeeld islamofobie binnen de zwarte gemeenschap in Nederland. Maar ook bijvoorbeeld super extreem racisme binnen de moslimgemeenschap. Het zijn hele ingewikkelde issues waar we op dit moment geen vingers aan willen branden. Omdat het, wat we net zeiden, emergency state is. Mm-hmm. En ik denk dat het meer het probleem waar ik mee worstel, zeg maar, op dit moment is dat het heel vaak gereduceerd wordt, zeg maar, de Trump supporter, PVV-stemmer. Het wordt heel erg versimpeld tot, oh, ze denken zo, ze zijn tokkies of whatever. Terwijl er veel meer lagen zijn waarom het zo is. Dus waar ik mezelf en mijn kameraden van beschuldig vaak, is ook een soort van een elitaire houding van we praten over intersectionaliteit. Nou, daar ben je gemiddelde PVV-stemmer al kwijt, maar ook andere mensen. Kijk, ik doe het weer natuurlijk, hè, van ik ben veel slimmer dan de PVV-stemmer. Maar ook gewoon andere mensen. En sorry, niet elke kameraad kan mijn partner zijn in de strijd tegen de onderdrukking.
ik wil gewoon dit tackelen. Dat we continu, en dat gaat soms zo diep, dat er inderdaad iemand die normaal gesproken niet voor PVV zou moeten stemmen, wel daarvoor stemt. Omdat, ach ja, moslims, dat is toch wel een beetje gevaarlijk wat ze in Parijs en Brussel hebben gedaan. Dus continu die versimpeling van de zaken, daar stoor ik me ongelooflijk aan. Er is hier een vraag, hier wil iemand nog even tegen. Ja, ik wilde even reageren op wat deze heer zei. Mijn naam is Antoine Deul. Ik ben voorzitter van het NINSEE. Dat is het Nationaal Instituut Nederlands Slavernijverleden. En wij monitoren ook het stemgedrag van zeg maar de zwarte gemeenschap. En wat in de Volkskrant, geloof ik, wat daarin stond. Nou, ik geloof daar helemaal niks van. om twee redenen. Als je kijkt naar bijvoorbeeld de Surinaamse gemeenschap. Die bestaat natuurlijk uit verschillende etniciteiten. Daar klopt het inderdaad dat de Hindoestaanse Surinamers, die wel geneigd zijn om af en toe op de PVV te stemmen. Maar de overgrote meerderheid absoluut niet. Wat betreft de Antillianen is de opkomst bij de Tweede Kamerverkiezingen erg laag. Er zijn inderdaad een aantal mensen die wellicht op de PVV zullen stemmen, maar absoluut niet de meerderheid. Dus dat wilde ik even aangeven. Ja. Het moet. Nee. Waar u zich dan op baseert, maar op zich de Volkskrant is toch een redelijke betrouwbare linkse krant. Dus ik denk, echt niet. Nou kijk. Echt niet. Is de Volkskrant een betrouwbare echt linkse krant? Het is een heel programma op zich, denk ik. Maar nog één heel kort, want ik denk dat... Wat wij vaak merken is dat... kijk, die bronnen die zij gebruiken, ze hebben helemaal niet zoveel mensen die zij daarover interviewen. Bijvoorbeeld de AD die kwam ook wel eens bij ons langs om te vragen, hebben jullie mensen die wij eventueel kunnen interviewen voor een onderzoek? Andere kranten komen ook wel eens bij ons langs. Dus ik twijfel echt aan zeg maar de accuracy of de accuriteit van hun gegevens. Maar jullie monitoren het zelf dus ook, dus wellicht... Komen jullie na de verkiezingen met eigen cijfers ook? Of? Ja, dat gaan we samen met een aantal andere zwarte organisaties zelf doen. Ja. Daar ook. Ja, eigenlijk gaat het over iets wat de discussie die net plaatsvond over het verhaal van Denk en artikel 1. En ik denk dat we daar ook wel, ik snap heel goed wat jullie zeggen, maar eigenlijk is het ontzettend zonde dat daar weer nieuwe partijen voor moeten worden opgericht om mensen te kunnen vertegenwoordigen. Want ik denk dat dat ook juist heel erg tot die versnippering leidt. Terwijl we juist eigenlijk met elkaar zeggen, we moeten die versnippering niet hebben. We moeten juist die eenheid vormen. En ik vind het, ja, ik weet niet hoe jullie erover denken, maar ik vind het heel erg zonde dat op de een of andere manier mensen zich dus niet in die grote partijen vertegenwoordigd kunnen voelen. En ik vraag me af wat daarvoor nodig is, dat je wel die eenheid met elkaar ook politiek kan gaan vormen. En dat eenduidige tegengeluid kan gaan laten horen. Ik denk dat er juist sprake is van eenheid als die groepen in de Tweede Kamer steeds meer vertegenwoordigd worden en hun eigen stem op eigen voorwaarden kunnen vertegenwoordigen. Want dan spreek je van volledige participatie in de Nederlandse samenleving. En ik denk dat dat juist een hele mooie ontwikkeling is wat heel lang niet is geweest. Dus hoezo dat meer versnippering zou veroorzaken? Het zorgt er juist voor meer participatie van mensen die zich niet zozeer in die witte norm herkennen, dat die nu wel naar de stembussen gaan, dat die zich nu wel gerepresenteerd voelen en dat hun mening ook gewoon terugkomt in die Tweede Kamer. Want die grote partijen die zijn toch wel overweldigend wit. Mag ik daar nog heel kort iets op zeggen? Ja, waar mijn, ook in vervolg op deze vraag, waar mijn zorg zit, is dat we dan een democratisch proces hebben gefragmenteerd op etnische lijnen. He, dus je bent moslim, Turks, Marokkaans, daar heb je Denk. Je bent misschien Antilliaans, Surinaams, dan heb je artikel 1. Terwijl ik denk dat, ja, als we op deze manier zeg maar, onze democratische proces gaan organiseren, dat tegenstellingen zich mogelijk gaan vergroten. Nou, als jij nou gaat stemmen op artikel 1, dan wordt dat voorkomen. Ja, nou,
dat is wat ik zeg. Nou ja, je moet als, neem als witte mens dan ook je verantwoordelijkheid en doe daar dan iets aan om dat dus te voorkomen. Nou ja, ik dat, dat moeten wij als zwarte mensen niet doen, moeten jullie doen. Nou ja, ik probeer dat ook echt oprecht te doen. Ja. En er zijn andere vormen voor dan op artikel 1 stemmen volgens mij. Wat ik moeilijk vind is van, ja, we hebben een Tweede Kamervoorzitter die een Marokkaanse achtergrond heeft. We hebben een burgemeester in Rotterdam. Dus er zijn allerlei bewegingen die aangeven dat er echt inzet is om die representativiteit zeg maar vorm te geven. Misschien is het nooit voldoende. Maar ja, die beweging voeden lijkt mij een constructievere dan afsplitsen en zeg maar de etniciteit als grondbasis van focus te nemen. Maar ja, je noemt nu twee voorbeelden. maar dat is niet voldoende. En als er geen ander alternatief is, wat dan? Ik bedoel, ik ben hier geboren en getogen en ik heb me in 27 jaar niet gehoord gevoeld in de Tweede Kamer tot dit jaar, totdat er twee andere partijen kwamen. En ik als moslim Turk stem niet op Denk, nee, ik stem op Sylvana, omdat ik juist daar mezelf vertegenwoordigd in voel. Dus het is helemaal niet zo dat alle Turken op Denk gaan stemmen en alle zwarte mensen op Sylvana. Nee, het gaat om de grote boodschap die partijen uiten. En dat is een boodschap die we nog niet hebben gehoord van de partijen die nu in de Kamer zitten. Mag ik heel kort nog iets toevoegen aan deze? Mag dat, Meerte? Ja, dat mag. Over gender gaat dit. Bij de laatste Tweede Kamerverkiezingen zijn er minder vrouwen gaan stemmen dan mannen, bleek uit onderzoek. En waren de vrouwen ook nog eens een keer minder goed voorbereid, minder goed geïnformeerd over de verkiezingen. Vrouwen gaven ook vaker aan dan mannen dat ze ook niet eens wisten dat verkiezingen waren. Of gaven ook minder vaak aan dat ze het partijprogramma hadden gelezen. Nou, bijna bij alle politieke partijen zijn de lidmaatschapcijfers zo dat er meer mannen dan vrouwen lid zijn. En dat zie je ook vaak bij, ik weet niet hoeveel van jullie wel eens bij een politiek congres zijn geweest, bij een ledenraad. Zijn meer mannen dan vrouwen meestal ook die het woord vragen. Zijn meestal ook nog iets ouder. En als je dan vraagt wie van jullie is lid van een politieke... Ben ik trouwens wel benieuwd. Wie van jullie is lid van een politieke partij? Ja, is een minderheid in deze zaal. En dat is wat ik ook altijd mensen oproep. Want dan kan je dus zelf meepraten. Je kan samen een partijprogramma vormgeven. Je stemt, tenminste als het goed is als je bij de goede partij zit, kan je meestemmen op zo'n heel proces is heel democratisch. En dat hoop ik dat meer mensen gaan doen. Ook vooral jongere mensen, meer vrouwen en meer mensen van kleur en meer mensen die nu ondervertegenwoordigd zijn in de politiek. Om zo ook van binnenuit, uit die partijstructuren mee te helpen aan inclusieve politiek. Ja, ik wil even, want er zijn heel veel vingers en dat komt mij heel goed uit. Want er was iets heel vreemds, er zat een consumptiebon bij uw kaartje. Dat doen we echt nooit hoor. Dat is, waarom is dat nou? Omdat we inderdaad al hoopten en dachten dat deze avond zou leiden om gewoon veel meer met elkaar te praten. En het is zaterdagavond en die heeft een consumptiebon. En ik hoop dat mijn sprekers, onze sprekers, nog even willen blijven. En dat jullie gewoon, want wij moeten, het is 10:10 en ik moet ook mensen naar huis laten die dat per se willen. Dus we willen wel de avond met jullie afsluiten, maar blijf vooral, haal een drankje en ga verder met elkaar in gesprek. Want dat was eigenlijk waarom het ons allemaal te doen was om vanavond dit programma te maken. Dus als jullie je daarmee vrede mee kunnen hebben, dan... nee, die mevrouw heeft helemaal geen vrede mee. Nou ja, oké. Alle. Nou. Heel onrustig van. Geef hem terug. Ik snap heel goed wat je zegt, maar waarom ik ook hier vanavond kwam en met mij ook mijn collega's Wim en Nikos Men, die vandaag ook in Den Haag waren. What's next? We hebben vandaag over de hele wereld zoveel marsen gezien, zoveel mensen bij elkaar zien komen en ik heb ontzettend enorm positief gevoel aan overgehouden, maar ik vraag me ook gelijk af, morgenochtend sta ik op en hoe zorgen we nou voor met z'n allen, de mensen die zitten, de mensen die op Museumplein waren, de mensen die op het Malieveld waren, hoe zorgen we voor het energie vasthouden en ook echt die volgende stappen gaan maken, want we zijn nog lang niet klaar. Precies zoals wat jullie allemaal hebben gezegd, we houden het bij elkaar. En daarom wil ik die vraag eigenlijk nog wel stellen voordat we met z'n allen aan de borrel gaan. Ja. Want ik denk dat dat wel een vraag is die eigenlijk nog niet beantwoord is. Zeker.
Ik denk ook, ik ben heel blij dat je het hebt gesteld. Ik denk niet dat we dat hier nu kunnen doen. Maar ik kom over een half uur langs jullie. Nee hoor. Maar neem dat mee inderdaad. En ik hoop dat hier nieuwe ideeën ontstaan. Wij vragen ons in deze tijd in de balie wel eens af van wat is ons nut. Maar wij trekken onszelf op aan het idee dat soms de grootste veranderingen zijn bedacht door hele kleine groepjes mensen in kleine ruimtes als deze. En daarom wil ik al onze sprekers heel erg bedanken voor de mooie verhalen die ze hebben gehouden. En ook het publiek voor het luisteren en het meedoen. Dank jullie wel. En dan...